Wij zijn in een van de meest bezeten steden ter wereld. Namelijk, ik wil de naam niet eens zeggen, want het gerucht gaat rond dat als je de naam van deze plaats zegt, dat het extra ongeluk met zich meebrengt voor de rest van je leven. En dat ben ik niet alleen. Zelfs buurtbewoners durven de naam niet te zeggen. Ik bedoel, stel iemand vraagt aan je waar je woont en je moet antwoorden met net boven de Evenaar op de coördinaten 51, 18, 36. Ik geloof echt niet dat dit waar is. En om dit te onderzoeken, heb ik iemand meegenomen waarvan zijn grootste angst geesten zijn. Hij schijt hem al in zijn broek als er één lichtje random aangaat of begint te knipperen. Namelijk mijn vriend en skill. Ja! Ook denkt hij dat hij ooit bezeten was door een geest. En heel eerlijk gezegd denk ik dat nog steeds. Het doel is om de komende nacht, totdat de zon weer opkomt, hier te overleven om SQ zijn angsten voor geesten te laten overwinnen. Als SQ besluit om deze komende nacht ons te verlaten en de stad te verlaten, dan moet hij zijn grootste angst onder ogen komen. En wat is dat? Uit het vliegtuig springen. Maar als hij wel zijn angst overwint en hier dus de hele nacht blijft, dan moet ik mijn grootste angst onder ogen komen. En dat is ook hoogtes. Dus één van ons gaat deze video uit het vliegtuig springen. Ik heb er zin in. Ik niet, want deze avond moet hij ook nog doorkomen. En ik ben een fucking pussy. En luister, ik wil niet, maar dan ook niet uit de vliegtuig springen. Ik ga er dus echt alles aan doen om SQ vannacht te laten opgeven. En daarvoor heb ik in de loop van de tijd wat attributen meegenomen die extra ongeluk gaan brengen. What the fuck doe jij? Weet je zeker dat je nog mee wilt? Wat dan? Scherf brengen ongeluk. Oh mijn god. En meteen toen we aankwamen bij de bezeten stad, gebeurden er al rare dingen. Oh, doe dat voor mij. What the fuck? Hey, het zwart. Huh? Er gebeurt nu al gekke shit. Ik heb hier ook helemaal geen 4G of bereik, überhaupt. Wonende huizen te betreden of te beschadigen. Overlast en vandalisme zullen worden beboet. Gast, dit is not done, man. Ik loop nu de eerste straat binnen en ik zie helemaal niemand. Het lijkt inderdaad echt alsof we op een set van een film zijn beland. Met gewoon helemaal niemand. Het is echt griezelig hier. Vroeger bleek dit dus een best wel bewoond dorpje te zijn met 1300 inwoners. En nu leven er als het goed is nog maar 25 mensen. Ik vraag me dan echt af, hè, wie zou hier nou willen wonen? Ja. Wat ik ook hoorde van een vriend van mij en wat ik trouwens ook op Google zag staan. Met die harken was dat toch? Ja, met die harken en knuppels. Ja. Bewoners jagen hier alle toeristen weg die komen met harken en knuppels. Ja, echt bizar. Frank is er trouwens ook vandaag bij. Wat is jouw grootste angst? Belgische mensen met harken. Ja, dat komt niet zo goed uit dan, bro. Ik ben ook bang voor insecten en ik ben bang voor deze jongen als hij bang wordt. Want ja. Dan word ik helemaal dan ga je een hele enge avond beleven, denk ik. We hebben vandaag ook een geestenverjager meegenomen. Dit is Sam. Sam heeft zijn geestenpakje aan. Hij heeft het expres aangedaan met zijn Spider-Man handschoenen, zodat geesten hem niet aan kunnen raken. Wij zijn van de tv en we hebben wat geruchten gehoord over Doel. Ja. We hebben namelijk gehoord dat je de naam niet mag uitspreken, want dat brengt extra ongeluk met zich mee. Daar zou ik niks van weten. Deze man durfde de naam ook al niet uit te spreken. Ik denk dat er hier nog 5 wonen of zo. Of vijf mensen? Poh. Ja, waarom 5 families of zo. Waarom zou u hier nog wonen? Waarom denkt u? Ja, ik weet het ook niet. En wat doet u hier? Waarom... Gewoon maar een rondje mag. De man begon zich steeds verdachter te gedragen. Dus ik kwam met steeds moeilijkere vragen. Wat zijn de gekste geruchten die u heeft gehoord wat hier in Doel is gebeurd? Ik vullen hier wel vooral samen in zijn. Van dat dorp. Wij komen hier niet voor ons plezier. Okay, yeah. Dus ik weet hier eigenlijk. Zoals je ziet begon het hem steeds heter onder de voetjes te worden. Zo heet dat hij zelfs begon te stotteren. Ik weet... Het lijkt alsof hij iets weet wat wij niet weten. Het werd dus tijd voor nog één en de laatste vraag. De vraag waar we eigenlijk dit interview voor houden. De meest brutale en diepgaande vraag waar we mogelijk, als we het antwoord van weten, alle geruchten over dit dorp waar je de naam niet van mag zeggen, kunnen ontraadselen. Kent u Likma? Nee. Niet? Nee. En Sukma? Nee. Niet? Nee. Nee, Sukma. Ja, Sukma. Sukma Bals? Ja, ja, stop. Ja, ja, ja. Ik zal morgen wel in de krant lezen, hè. 4 jongens uiteengereten. Een Rob daar en de dingen daar, dat weet ik. Hè. Oh ja, paarden die. Ja. Oh mijn god, er zit een begraafplaats naast. In de Horenstad. Ja, wij moeten hier overleven, hè. Wij moeten hier vannacht slapen. Overnachten, we moeten hier slapen. Zelfs ik word er nu een beetje engig van. Samenscholing verboden. In Doel geldt een samenscholingsverbod van meer dan 3 personen. 1, 2, 3, 4. Je mag niet van 9 tot 7 hier zijn. Shit. Er hangen hier ook overal camera's. Hé, hey, we hebben een ingang daar. Zo, die stank hier. Oh. Zou me niks verbazen als hier ook iemand heeft ingelegen. Oh yo, check die spinnenwebben, broer. Hier is al echt 80 jaar niemand geweest. Als je hier met een hockeystick gaat rammen, dan... Dat is niet best.
Hoeveel boetes gaan we pakken vandaag? 4. 4, dus dat betekent allemaal maar 1 keer. Maar 1 keer. En je boete is 500 euro. We gingen terug naar onze auto om wat spullen te pakken. En toen werd het al gauw donker, waardoor Eskiel steeds banger werd. God, ik wil helemaal, ook helemaal niet voorlopen. Godverdomme. Laat even 2 en 2 lopen. We lopen nu 1 om 1. Laat me dan even naar Frank. Hey, oh, we komen dichterbij. Oh mijn god. Ik wil echt... Sam, gooi dit ding weg. Gooi hem in de sloot. Nee, ik wil het echt niet. Maar als hij rood is, ik zweer, dan ren ik gewoon eruit. Hè. Dan spring ik hem uit het vliegtuig. Het is niks. Het is niks, zegt hij ook nog. Daar gaat het licht aan. Daar gaat het licht aan. Dat witte licht gaat aan. Ik zweer het. Kijk dan. Ik maak geen grap. Het gaat opeens aan. Ik hoorde het. God. Er zijn nog wat tegels tussen geplaatst, zodat je niet naar binnen kan. Hier kom je inderdaad niet doorheen. Oh, hij begint oranje te worden. Oh mijn god. Nu al, we zijn nog niet eens middenin. Ik denk dat het te maken heeft omdat hier misschien een persoon is overleden of zo. Dat dichter je bij een huisje komt, hoe meer energie. Stel je voor, hij gaat straks op rood, dat je dat echt meet. Want nu meet hij gewoon de hele tijd goed. Het kan niet met toeval zijn dat hij, als hij straks daar is, dat hij opeens rood wordt. Nee, lijkt me ook niet. Maar het is wel zo, als er daar geesten zijn, dieper in de spook staat, dan is het gewoon... Maar dat is echt raar. Het is sowieso niet niks. Waarom denk je dat ik dat ding niet in mijn handen wil houden? Kom op, man. Eskiel. Kijk, hij houdt me vast als een bitch. Als een bitch, boy. Servies kapot gooien brengt voor extra ongeluk. Nee, nee. Oh mijn god. Nee, niet doen. Niet doen. Echt niet doen. Maat. Maat. Wat? Oh, hey. Ja, dat komt door jou! Dat komt door jou! Oh, mijn god. De stilte hier spreekt echt boekdelen. Je hoort helemaal niks. Echt creepy hier. Hey, wat loopt daar over de grond? What the fuck? The fuck? Kat, er wonen hier katten. Was dat de zwarte kat? Weet ik niet. Dat brengt ongeluk, hè? Zwarte katten brengen ongeluk. Hey! Wacht, hij is rood en de bel gaat af van de kerk. Het is klokslag. 8 uur. 8 uur. En de bel gaat en hij tript hem. Dit is echt heel eng. Dat is toeval, Eskiel. Dat is geen toeval, dat is Daryl. Daryl, dat is toeval. Misschien doet die meter het alleen op 8 uur. Stop, hey, hey. Kom even weg hier. Alsjeblieft. Nee, bro, we gaan hier naar binnen. We gaan hier naar binnen. Oké, luister, hij is amper op rood geweest. Bijna nooit. Dit is voor mij de eerste keer, of niet? Misschien doet hij het gewoon op klokslag altijd op rood. Zo dat kan niet. Moet je gewoon even overheen zetten. Daryl, ben je er echt zo nonchalant in? Ja, bro. Het is geen toeval. Gast, nee. Echt? Bro, sukkel. Wat lief. Doe je? Dat is zo dom om te doen, gast. Je trekt nu alle aandacht. Boys, waarom moet ik achterop? We gingen op zoek naar een huis waar we naar binnen konden. Want letterlijk alles was vastgetimmerd. Hier kan je naar binnen. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Ga maar eens verkennen. Ja, Deo. Stoer mannetje. Je vond het toch niet eng? Ja, okay, ga dan. Laat me mijn zaklamp pakken dan. Oh mijn god, we gaan nu naar binnen. Oh mijn god. Gaan we hier naar binnen? Oh mijn god. Wow. Oh mijn god. Wow, hier kan je echt ver naar binnen. Moeten we dit wel doen? Hup, lopen. Lopen, vriend. Nu zijn we wel echt illegaal bezig, hè? Ja. Kijk, ik heb mijn research gedaan. En al deze gebouwen, die staan op instortingsgevaar. Dus waarom doen we dit dan? Ik zou niet ook naar de tweede verdieping gaan, want dadelijk pleur je helemaal naar beneden. Ik vind het sowieso al niet slim, maar goed. Oh, een badkuip. Wat zit erin? Maatverband. Holy shit. Wow, yo. Kijk hier links. Kijk hier links. Je kan omhoog. Er is een trap. Er is een trap. Jongen, instortingsgevaar. Denk na, gast. Wel, we gaan wel omhoog. Nee, Daryl. Frank, doe nou niet. Gaan jullie niet mee naar boven? Daryl, hoor wat Frank heeft gezegd. Alles is op instortgevaar. Dan ga je dat niet naar boven. Ik zou dit niet doen. Ik raad het je. Ik ga het even. Holy shit, kijk dit gat. Dit is zo dom om te doen. Stel je voor dat dit inkrakt. Dit ziet er fucking eng uit. Hey, wat is hier dan? Ik vertrouw dit niet. Hier zit sowieso iemand in. Wil jij kijken? Hey, Daryl, ik hoor wat. Ik hoor wat. Kom terug. Alles op die trap. Hey, joh, ik hoor boven ook iets. Stil. Jongens, ik hoor echt wat nu. Daryl, dat is niet grappig. Wacht. Sam, nu hoor ik echt wat. Nu hoor ik echt wat. Dat was een deur. Steek je net nitraat af? Nee, ik hoorde een deur open gaan. Ik zweer het. Hey, kom naar beneden. Kom nu naar beneden. Kom naar beneden. Ik zweer het, jij hoorde het toch ook? Ja, ik hoorde een deur schuivend open gaan. Ik vind het eng. We moeten nu echt weg. Frank, kom. Frank, gaan we weg? Nee, wij gaan echt naar boven. Nee, wacht nou even. Sam, kom terug. Niet alleen gaan. Kom. Ik ga gewoon heel even een blikje wagen, denk ik. Wow, hier liggen ook scherven. Extra ongeluk. Gebroken glas. Teller staat op rood, voelie. Echt? Ja. Oh fuck. Allemaal instortingsgevaar. Hé, hoor je dat? Frank, hoor. Sam. Nee, Sam staat hier voor me. Wat is dat? Hé, hey, dat is gewoon een ijzeren shit wat beweegt. Nee, dat is het niet.
Ik hoor iemand lopen. Nee, we houden het hierbij, jongens. Als ze doodgaan, gaan we toch gewoon. Moet ik jou filmen trouwens, dat je naar boven loopt? Nee, ik ga niet. Hoor je dat, Frank? Holy crap, gast. What the fuck, hier moet je dat Ouija-board doen. Allemaal, één vinger op de ding. Een Ouija-board is een tool om geesten op te roepen. Je stelt een vraag aan de geesten en als ze aanwezig zijn, dan zullen ze je vinger verplaatsen op het bord of geven ze je een teken. Er staat op Google dat als je dit op de verkeerde manier doet, het heel gevaarlijk kan zijn. Waarom moet hij een kaarsje zetten als die uitgaat? Is het ook een soort van teken? Laten die geesten dat zien. Als u geen antwoord wilt geven, we hebben geduld en we zullen rustig aan doen. Als u aanwezig bent in deze kamer, geef dan een teken of plaats het kaarsje uit of verplaats onze vingers op het bord. Kaarsjes ook uit. Kut. Stil. Nee, wat de fuck. Ja. Weg. Nee, maar wacht. Stil. Ik wil het niet meer daarvan. Kom op, je moet. Dit is hetgene waar nee, je... Nee, dit is juist het hoogtepunt waar ik ga stoppen. Ik ga erom door. Nee, dit ja, is... Ja, ga je mee of niet? Bro, dit is... Ik ga me hier dan niet alleen... Je moet uit je comfortzone stappen. Nee, bro, kom. Je moet uit je comfortzone... Ja, sorry jongens. Je moet uit ik je ga comfort... gewoon weg. Je moet uit je comfortzone stappen om je angst nee, te nemen. Nee, ik ga nu. Bro, kom bro. Die ding staat op grond. Er zijn geen geest. Terrible. Probeer één keer. Eén, we doen eerst. Jongen, één vraag bro. Kijk, luister goed. Oh, God. Lieve geest, bij deze geef ik even de beurt over aan een goede vriend van mij. Hij heeft vaak ook contact gehad met geesten en hij zou graag een vraag aan jullie willen stellen. Lieve geesten, ik wil jullie nu iets vragen. Ik ben een keer te pakken gehad. Wat dacht je nou? Oké, opnieuw. We moeten serieus zijn. Lieve geesten. Oké, we moeten echt even serieus. Ik heb kippenvel terwijl ik dit wil gaan vragen. Ik wil hem ook wel. Lieve geest. Dit is een retake onder. We hebben extra ongeluk nodig. Dus dat. Kapotte klok. Brengt extra ongeluk. Nog één keer, laatste vraag. We hebben zojuist een klok kapot gemaakt, wat betekent dat het extra ongeluk is. We hebben een kaarsje weer aangezet. Als u aanwezig bent, geef dan een teken. Blaas iets uit of laat het bord bewegen, zodat wij kunnen zien dat u aanwezig bent. De klok luidt. Klokslag, 9 uur. Weet je wat dat betekent? We zijn officieel illegaal. Oh ja, het is na 9 uur. Dat betekent dat we hier niet meer mogen zijn. Groene muur, extra ongeluk. Jij bent echt een flikker. Dat de SQL nu niet meer super bang is. Nee, inderdaad. Dus we moeten hem eigenlijk even bang proberen te maken. Hey, de monster is echt dood. Oh mijn god, ja, maar echt. Echt helemaal. Oh, hier zie je echt goed dat van het instortingsgevaar. Het hele dak is ingekelderd naar beneden. Zieke oude tv. Dat ding gleed uit. The fuck? Oh, goed? Ja, pas wel op. Daar woont hier niemand. Nee. Hier zitten tering veel spinnenwebben. Het zou me niet verbazen als ik al een paar spinnen in mijn bek heb gehad. Zonder dat ik het door had. Nou, dat er gewoon nu eentje in mijn nek kruipt. Kun je nagaan wat er vanavond allemaal in je mondje gaat kruipen. Je dolly? Frank, een van jouw angsten was toch insecten? Ja, spinnen man. Dat is een no-go. Ik wil hier snel weg. We moeten hier ook nog overnachten, Eskie. Dus we gingen naar de auto om alle slaapspullen op te halen. Het plan was om het tentje neer te zetten in het verlaten huis waar we de geesten hebben opgeroepen. Jawel. Maar toen we van de auto terugliepen naar het verlaten huis, werden we aangehouden door de beveiliging. Die gaat ons aanhouden, 100%. Gaan we gaan doen, hè. Hoi. Hallo. Wat gaan jullie doen? We gaan even rondkijken. Even naar toe. En loop naar de kamer. Heb je daar een licentie voor? Licentie? We keken elkaar allemaal aan en zetten het op een rennen. What the fuck, gast? Een bloedneus? Ja. We zijn nu aangekomen bij de plek. Stel je voor, we hebben je tent opgezet. Ja, stop. En dan komen gewoon mensen dat huis binnen. Oh ja, en voor een tijdsbesef voor jullie, het is inmiddels 3 uur 's nachts. Wat was dat? Oké, laten we gewoon een tentje op gaan zetten, maak ons druk om saus. De tent staat. Kan je het nog een beetje uithouden? Ik ben nu nog gekalmeerd, maar straks, ik weet niet. What the fuck was dat? What the fuck was dat? Fijne avond, gast.
Fijne avond, wij gaan weg. Ik ben er klaar mee. Omdat ons tentje was opgezet en er steeds engere dingen gebeurden, konden Frank en Sam het niet meer uithouden en gingen ze terug naar de auto om daar te gaan slapen. Wij gaan hier lekker comfortabel pitten in een lekker warme auto. Oeh, dit ligt echt goed. Wij hebben het zo comfortabel vergeleken met die andere twee. Bij deze wensen wij Iskilander een hele fijne avond en aju. Dat rusten. En terwijl Frank en Sam lekkere comfort gingen zoeken, maakten wij ons klaar om de nacht door te brengen in dit griezelige huis wat op elk moment kon instorten. Naar de auto. Hallo? Hallo? Yo Sam. Ja? Laten we nog even kloten. Dat vind ik een heel mooi plan. Hoe is dat? Had je dat te filmen? Ja. Hallo? Hoe zijn we dan? Bij die gasten. Bij die gasten. Ik dacht dat we hier alleen waren om jouw angst te overwinnen, maar... Ik poep hem nu ook weer in mijn broek. Voor de duidelijkheid, het is nu 3:30 bijna. Dus. Waarom heb je mij zo ver gekregen? Ik wil bij het Ouija-bord al weggaan. Ik doe het gewoon puur om jou uit het licht even te laten springen, bro. Ik hoop dat er vannacht wat gebeurt, zodat je nog opgeeft. We zullen zien. Slaap lekker. Slaap lekker. Het is 4:45 s'nachts. De skeleton ligt naast mij lekker te slapen. Oh mijn god, wat de fuck ben je aan het doen? Man? Oh ja, de luchtbed liep leeg, dus ik ben nu even aan het op. Goedemorgen iedereen, het is ondertussen 9 uur en wij gaan naar Daryl en SQ. Ik denk dat wij beter geslapen hebben dan hun. Ja, 100%. Yo boys, yo. Zie je die ons? Ja. Oh. Daglicht SQ. Heerlijk. Weet je wat dat betekent? Dat jij uit een vliegtuig moet gaan springen. Maar kom op, je kan me dit niet alleen laten. Wat gaaf. Ja. Ik heb een week terug in een horrorhuis overleefd. Ik heb dit nu meegemaakt. Ik denk nu dat ik elke angst heb overwonnen en niks kan mij meer tegenhouden. Ja. Dat denk ik echt. Hey Daryl! Oh mijn god. Hoe was het voor jou? Ja, lekker. Ja? Ja. Als je iets kan dromen, kan je het bereiken. Bedankt voor het kijken.